Ik ben Herman van Eiken, nummer 7 op de kandidatenlijst van het CDA in Dronten. Een optimale samenwerking tussen gemeente, inwoners, politie, toezichthouders en zorgverleners is belangrijk tegen de bestrijding van overlast en criminaliteit. Wijkagenten en BOA's zijn daarvoor de ogen en oren in de wijken. Drugs passen niet bij een gezonde leefstijl en zijn bij een gebruik een gevaar voor onder andere de verkeersveiligheid. Daarom blijven we tegen legalisatie van drugs en vinden we preventie en goede voorlichting belangrijk. Daarom wil ik mij inzetten voor goede bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten, een wijkagent voor elke wijk en een verbod op lachgas in de APV. Wilt u met het CDA bouwen aan de veiligheid in Dronten? Stem dan op 16 maart CDA.